je er ook nog een tekst bij bedenken. dan moet je veel daarom. Nou, we gaan nu gewoon even wat filmen. Het is op het moment heel rustig, want het is vrijdag. We hebben alle voorbereidingen gemaakt. Nou, de eerste tenten staan er al. Kom je ook even kijken, Foppe? Wat goed. Zie je, allemaal tentjes staan er. Zijspannen zijn er al. Leuk, hè? Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb er heel veel zin in. Oh, mooi. Deze genieten als God in Frankrijk van het mooie weer. Wat we nu gelukkig eindelijk hebben. Nou, iedereen van Wieren 12 is al heel nieuwsgierig. Ronnie met name, want Ronnie gaat ook mee morgen. Ja. Ga je filmen? Wat zeg je, Wouter? Kom mij op de film? Ja, ik ben nu aan het filmen. Ja, dat is natuurlijk helemaal iets fantastisch. Maar deze vond ik ook zo... kijk. Moet dat dekje er even afhalen? Is die, want ik moet zitten even te kijken, want die leuke teksten, stijls, die kleine details... Ja. Niet opjagen. Beter twee harde klappen dan vier kleine puffjes. Nou, dit nemen we zeker... Je weet waar het op slaat, hè? Ja. Of niet? Zeker weten. Ja. Maar je mag het nog wel even uitleggen voor de camera, hoor. Want ik denk dat genoeg kijkers het wellicht wel niet weten waar het voor staat. De tekst. Ja. De tekst. Ja. Ja. Ja, de twee klapjes, dat zijn de BMW, die is tweecilinder. Ja. En een viercilinder, dat zijn vier kleine pufjes. Dus de BMW-rijder zegt van, liever twee harde klappen als vier kleine pufjes. Ook iets tegen de Japanners. Ja. Nee, dat is helemaal helder. Geweldig. Wat het achterlicht ook. Hoi, ben je? Helemaal goed. Ga je filmen? Ben je? Moet eens kijken, geweldig. Is dat meneer Rood? Die de wijkbelasting betaald heeft. Ja. Of hij de week... Dat moet je wel verzekerd zijn. Het wordt helemaal gecheckt. Wat is de... Wat heeft Frank achterop staan? Want iedereen heeft zo zijn eigen tekst achterop de... De beller. The best way of life is sidecar drive. Ja. Hallo? Dat valt ook. Kunnen wij die kat weer opgaan? Niet? Heel gezellig. Goedemorgen allemaal. Nou, we hebben beter weer als vorig jaar. We gaan weer starten met de 19e keer van de Sint-Marun. En naast mij zit Jolanda. Jolanda die gaat voor de eerste keer mee. En hoe vind je dat? Heel leuk, maar wel spannend. Ja. We hebben prachtig weer erbij. Ja, zeker. Beter dan vorig jaar. Vorig jaar was ik hier dan ook, maar ging niet mee. Maar dit jaar is het mooie weer. Vorig jaar heb het echt de hele dag geregend. Maar nu schijnt de zon al. Dus het wordt vast een stralende dag. Weet je ook waar we heen gaan? Ja, naar Rohel. Naar een activiteitenboerderij. Bij Heerenveen? Ja. Dicht bij Heerenveen. Het wordt vast een hele mooie rit. Want het is lekker weer ervoor. Dus toeristische route, denk ik. Ja, zeker.
En waar ga jij in de zijspan mee? Ja, in de zijspan. Bij Dirk van Dijk. Ja, die heb ik gisteravond al ontmoet. Gisteravond kon je de motorrijders ontmoeten. Wat leuk. Ja. En een gezellige man? Ja, heel gezellig. Heel rustig. Dus, Dat komt mooi bij jou uit. Hè? Jij bent ook gezellig. Ja. Hè? Nou meid, dan wens ik je een hele fijne dag. En we komen elkaar vandaag nog wel een keertje tegen, denk ik. Oké, dankjewel. Veel plezier. Ja hoor. Nou, hoe vind je dat? Jij gaat ook voor je been vandaag. Ja. En in de zijspan? Ja. Geweldig. Ja. Heb je er zin in? Ja. Het is beter weer als vorig jaar, hè? Ja. Voor vier weer. Ja, maar nou is het hartstikke mooi. De zon schijnt al een beetje. Ja. Hallo. Ja, nou, wens ik je veel plezier. Ja. Hartstikke goed. Ja. Hoi. Geert is onderweg met de lift. Die is voor Hidde bedoeld, denk ik. Die gaat ook mee. Hartstikke goed. Ja, er kwam heel wat bij kijken voordat iedereen zijn plekje gevonden heeft. Goedemorgen. Jij hebt er helemaal zin in. Jij gaat ook lekker mee. In de zijspan, hè? Hartstikke goed. Nou wens ik je... In die zijspan. Heb je al gezien? Nou, geweldig. Veel plezier, Jan. Hartstikke goed. Dankjewel. Goedemorgen Adrie. Goedemorgen. Nou, jij gaat ook weer mee deze keer? Ja. En weet je al bij wie je in de zijspan zit? Benjan Sijs. Benjan Sijs. En is dat gezellig? Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hè? Nou, veel plezier. Dankjewel. Oké. Okay. Ik ga naar de bus. Ga jij met de bus mee? Wat bus? Nou, leuk. Nee. En jij, waar ga jij mee? Ja, de grote. Ja, grote. Samen met Geert. Jij ging samen met Geert in het bak. Ja, samen met Geert in het bak. Ja. Ja. Nou, veel plezier. Ja, veel plezier. Ja. Ik kan hem rustig zien. Ja hoor, je hebt groot gelijk. Even voor de televisie. Maar we zullen hem even gekke bekken trekken. Moet je daarnaar kijken. Dat doet hij altijd met mij. En dat doen wij even zo. Heb je er zin in? Jawel hoor. Ja, ik zie het. Je wordt helemaal veranderd. Dan kom je ook nog voor de televisie. Ja, dat kan. Nou, veel plezier vandaag. Ja. Nou, dan zijn we even nog een gekke been trekken. Daar ziet ze. Doei. Dat komt dat voor televisie. Dat komt voor televisie. Dan hebben ze allemaal gezien dat jij zo'n gekke bekken trekken. Ja, echt waar. Goedemorgen, Hidde. Goedemorgen. Vind je het wel goed dat we even een interviewtje met je doen? Ja. Goedemorgen. Dus jij bent ook weer van de partij. Ja, partij. Ik ga ook weer mee met de motorclub. Ik moet even wachten op Marcel en Rob. En die komen zo hier ook. Maar jij gaat mee in de zijspan? Nee, in de bus. In de bus. Nou, leuk toch? Ja. Hartstikke gezellig. Ja. Leuk dat je erbij bent, hè? Maar je hebt wel eens in de zijspan gezeten, hè? Ja. Vroeger. Maar nou lukt het niet meer. Maar je bent het ook ja. Prachtig ja. Weer. Zo weer dan vorig jaar. Ja. Toen regende het de hele dag, maar schijnt de zon al. En het is nog hartstikke vroeg. Ja, hartstikke vroeg ook. Nou, gezellig. Dan zien we je vandaag nog wel, denk ik. Oké. Bedankt, hè. Ja. En veel plezier. Ja, jij ook. Ja, dank je. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Hoe is het ermee? Goed. Ga jij ook mee met de Sint Marun? Ja hoor. Ja? Op de motor? Op de motor, bij Pieter. Bij
Pieter. Oh, wat leuk. Ja. Nou, hartstikke. Ik heb Pieter al gezien, dus de motor is er al van Pieter. Ja? Ja. Ga je achterop? Achterop. Of in het in een bakkie? In de zijspan. Geen zijspan. Nee, je gaat achterop bij Pieter. Ja. Hou je hem goed vast? Ja hoor. Nou, veel plezier jongen. Ja, hey, goed vast. Ja. Ik heb show om. Handschoenen aan. Ja, je zit er lekker warm in. Ja. We moeten ook. Een trui aan. Mijn broeken weer. Ja, kom maar. Ja, dat doen we zo meteen. Dat is hartstikke goed. Ja, ben je blij mee? Ja, ik ben blij met jou. Ja. Ja. Veel plezier jongen. Veel plezier. Ja, doei. Nou, Geert. Kom maar. Wat een mooie. We weten nog eens. En we weten nog eens. En waar ga jij in het bakje zitten? Ga jij daarin? Kom eens hier. Wat geweldig. Mooi hoor. Ga je mee, Miep? Ja, ik ga ook mee. Moet je even bij me blijven, want anders kan de man je niet op de film zetten. Ga je mama ook mee? En man gaat ook mee, ja. Hoeveel bus gaan mee? Twee? Nou, ga maar eens tellen. Ik denk nog wel veel meer. Veel meer stoet. Ja, nou hartstikke mooi, hè? Ja. Veel plezier. Het gesprekje met u, want u gaat ook al voor de 19e keer mee. Mooi, ik weet niet precies hoe vaak ik al meedoe, maar heel veel. Ja. En nog steeds veel plezier erin? Ja, anders was ik hier niet. Nee, dat denk ik ook. Nee. Heb je goed gezien. Ja, en u rijdt met de zijspan ook mee, ja. Geloof ik, hè? Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, dat vind ik ook. Prachtig weer, dus ik wens u heel veel plezier vandaag. Dank u wel. Jullie ook. Ja, tot ziens. Hoi. Ah, nou, we leven nog. Ja, jij dan? Ja, ik ook. Ja, joh, hoe is het? Pauze geleden, goed man. Ja, lekker. Ja, zeker. Ja, ik ben nog paar jaar niet mee geweest. En jij waarschijnlijk ook niet. Ja, ik ben wel mee. Ik ben wel 5 minuten geweest. Ja. Ik ga nou wat. Ja. Ga binnen. Het mag. Heel mooi. Ja, in de buurt. Ja. Huh? Rohel heet dat daar, geloof ik, hè? Ja, Rohel. Dat is een soort speelboerderij. Ja, wat ik begrepen. Goedemorgen, Geert. Jij gaat ook weer mee? Ja. En jij gaat samen met Sientje in het bekje, ja. Hè? Nou, ik ben lekker bij hem aangekleed. Heel leuk. Vorig jaar kon ik niet. Ik las van mijn knie. Nou ja, toen was het ook heel erg veel regen, dus dat is niet zo erg. Nog kunnen we weer mee. Nou, hartstikke goed. Ik wens je veel plezier. Dankjewel. Ja, hè. Goedemorgen Willy. Dag Miep. Ik zou het samen met Ellen doen. Ja. Maar Ellen is verhinderd, die kon niet. Want die had nog iets leuks te doen en toen moest ze een keus maken. Ja. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Maar weet je wat wel heel leuk is? Nou. Jij gaat voor de laatste keer mee. Ja. Maar ik heb ook Jolanda geïnterviewd en die ging voor de eerste keer mee. Dus dat is wel leuk. Oké. Voor de uitzending. Ja. Maar jij wou nog wat vertellen. En we hebben ook een stralende dag heb je uitgezocht ervoor. Daar heb ik een speciaal voor deze mensen gedaan. Dat dacht ik al. Ik geef jou even de microfoon, want jij wou even een verhaaltje vertellen. Goed. Ja hoor, ik heb hem. Dames en heren, dit wordt mijn derde keer, maar ook de laatste keer. Want hierna ga ik verhuizen naar Muntendam samen met Gedien. Dus ik ga vandaag lekker genieten van de zijspannen. En ik neem jullie allemaal mee en we hopen dat we droog blijven. Dus ga maar lekker genieten. En Miep, alvast bedankt. Jij ook bedankt, Willy. Ik wens je een hele fijne dag. Ook een hele fijne tijd in Musselkanaal. Krijgen jullie... Muntendam. Neem me niet kwalijk. En gaan jullie allebei in hetzelfde appartement wonen? Ja. Wat leuk. Jullie zijn al zo lang vriendinnen. Ja. Dus, ga je vandaag ook mee, Gedien? Ja, ik ben er niet. Waar ik in kom, daar weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Nee. Oh, maar dat komt dan allemaal vast wel goed. Ja, ik denk ook wel. Maar wat leuk dat jullie samen gaan wonen, hè? Ja, heel leuk. Dan blijven jullie toch weer dicht bij elkaar wonen. Ja, dat is wel waar. Jij bent ook al eerder mee geweest toch, met de Sint-Marun? Ja, dat is een tijdje geleden. Dus nu wordt het ook eigenlijk jouw laatste Sint-Marun? Ja, dat klopt. Ja, voor jullie allebei, hè? Ja. Nou, veel plezier vandaag. En veel plezier in de nieuwe woning. Ja, dat is wel leuk. En tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Dit zijn ze. Dat zijn ze. Wie zijn dat?
De namen ben ik even kwijt. Ik ben Charlie. Charlie. En Wilma. En Wilma. En dan maar, gaat ja. Voor de laatste keer de ja. Van ja. Want jullie gaat verhuizen. Ja. Oh. Ja. Dus. Ja. Ja. Ik ben, even kerst. Ja. En dan krijgen we oude nieuw. En oud, ja. Hartstikke goed. Moeten we dat ook nog even filmen voor je? Oké. Dat was heel mooi. Hoezo? Hoezo is Willy Beuken gek op rood? Ja, dat kan je wel zien, hè? Vlen jaar rood, nou weer rood. En ze weten vast dat jij voor Ajax bent. Dat moet dan. Dat zijn... wel uit de buurt. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh, we gaan die broek, hè? Mm, jawel. Dan moet je maar even overgaan op Feyenoord. Ik dacht van niet. Nou, je hebt groot gelijk. Je moet bij je standpunt blijven. Maar dat is een mooi bakje waar je in gaat, hè? Dat dacht ik ook. Oh. En jammer. Ja. Ruimte genoeg voor jou, Wil. Ja. Mooi breed. Hartstikke mooi, hoor. Ja. Ah, jullie rijden ook al voor de zoveelste keer mee, toch? Nou, ik denk dat wij voor de 15e keer mee rijden. Ja. Dus, nou, hartstikke leuk, toch? Ja, zeker. En hartstikke mooi weer nu. Ja. Ik ben altijd weer benieuwd wie in de bak rijdt. Ja, dat is altijd een verrassing, hè? Ja. Echt gezellig, hoor. Binnen is een gezellige tante, dus ik ga er wel bij. Ja. Nou, dat is wel... Ja. Nou, ik wens jullie veel plezier vandaag. Ja, bedankt. Ja, okay. Wouter is er helemaal klaar voor. Stop. Wouter, waar gaan we vandaag heen? Erik heeft het wel gehad. Een Litouwers invitatie. Waar gaan we heen, Wouter? Dolhof, hè? Dolhof. Bij? Hé, hey, Vroom. In Rohel heet het dan. Hé, daar komt de politie ook al aan. Ja, dat is ook laag. Ja! Waar gaat het start? Ik had kou voor bij me. Zwaaien net. Nee, ik heb een begeleider voor jou. Je schiet hier niet naar voren. Dat is geen probleem. Ja, mijn huis. Dat zijn problemen. Ja, dat is mooi. Ja, hij moet wel kunnen kijken natuurlijk. Hé? Hey? Zo goed? Ja. Oké. Hoi Jan. Goed jongen. Hoi Jan. Prima. Mooi Jan. Goed dat je precies zo. Ja. Gezondheidsbouw eruit. Hij ook mee. Nee, maar als we terug zijn. Nee. Zo'n is een goeie merk. Daar heb ik stip van. Ja? Ik heb drie stippen waar drie steeds. Is dat goed? Want ik moet hem even van thuis halen. Haal ik gewoon jouw eigen je bedkussen. Dat allemaal mensen. Ja? Ik heb 73, ja. Ik heb 73. Geloof ik niks van. Ja. Ja. Ah, niet geloven. Ik geloof, nee. Dat kan ik. Maar daar is er achter zitten, ik had je het niet gegeven. Weet je, mijn leeftijd had gedacht zo in de 50. Maar je bent ons mee geweest. Vorig jaar in de bus. Wanneer, hè? Ik zie het al. Pech heeft of dat iemand moet plassen. Als je pech hebt, dan maak je het volgende gebaar. Ik weet wanneer je verstand van. Maar deze kleed niet meer. Zo zit het wel goed, Willy? Ja. Ja? Wat een idee.
Veel laag nee, dan is het niet een probleem. Is er niet veel spit laag? Nee, maar. Volgend jaar hebben we 300. Er is geen spoor. In beeld. Ja. Geen beetje op. Beetje sneller bij jou. Beetje sneller! Jongen, duurt dat allemaal? Uitstappen jij, we zijn er. We zijn er. Dat is nooit. Ja, dat was je wel heel ambitieus. Nee hoor. We zijn ook al eens bedoeld. Berg.
Nou Johan, smaakt lekker,
of niet? Ja. Was het goed in de zijspan? Ja. Mooi. En bij jou dan, Jacques? Oh. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt heel lekker gezeten. Ja, ik mis die snackwagen wel, ja. Zou ik ook helemaal niet erg vinden op dat. Nee, deze is nog voor jullie. Ja, dat is een appellust. Hoi, dat is mijn appel. Ik mee. Oh, wat is hij in? Ja, hallo. Oh. Nou, dan kan ik meteen niet meer beetpakken, die stuur. Oh, heeft hij dat gemaakt? Ja. Gadverdarrie. Van die koe. Ja, voor een doekje. Deze is heel makkelijk. En die bril moet je ook even doen. Hoe was het? Had je een mooie tocht gehad op de motor? Ja. Dan moet ik er nog een mond. Wacht even. Hey, Jan, blijf maar lachen. Kom met elkaar mee, filmen. Geweldig, met elkaar. We krijgen nog heel wat voor elkaar. Oefening waard kunst, dat is snel. Ja, die zit er nu voor. Die arm is nou goed. Perfect. Jan kan het ook zelf aangeven, hè? Jan, zit je nu goed? Jan kan het aangeven met zijn ogen. Zit je nu goed? Ja, kijk. Dit is een eentje van de laatste series van de 1100. De laatste serie. Oh, dat is niet al te hoog. Ik heb nog veel, ik heb nog maar 5 keer ingedreven. Dus ik heb mijn beurs vandaan gekocht. En ben ik begonnen met de eerste 1000 kilometer met vandaan. Wat zei je? Die koe was stout. Die koe was stout. Ja, die heeft eigenlijk jouw joystick gelikt, hè? Ja. Ja, geffe. Helemaal nat, hè? Ga je toch niet meer rijden? Een zakje. Voor de rest is iedereen niet goed. Ja, chef. Ja? Ja? Doe maar de helm op. Ik zit aan de keukentafel. 20.000 euro. Zo. Was die nog? Ja. Ja, die man niet. Ziezo. Lukt dat zo, Wouter? Heel goed, jongen. Ik hou nog een beetje uit elkaar. Jeetje, Wouter, je kunt ook nog met Pieter praten. Ach, leuk! Oké, Rico, Dino, er waren goede instructies, hè? Kunnen we allemaal weer veilig rijden? Zo is het. Hé, Johan, zonnetje in het gezicht. Weer een mooie rit terug, Johan. Ja. Hé, Alexander? Zit je mooi in de bak? Ja. Je moet de helm nog even op, hè? Je moet de helm nog op. Weer goed. Adrie, goed zo dat je die zonnebril ook op hebt. Die is wel nodig vandaag. Ik heb gemerkt dat tegenwoordig bij iedere zijspanner zijn eigen spreuk meeneemt. Hè? Ja, dat wordt steeds gekker. Deze heeft een naam. Deze heeft een naam? Deze Mia. En hoe verklaar ik dat? Mooi is anders. Mooi is anders? Dat had ik niet bedacht. Echt niet.
ik heb zondag. Oh, nou, snel naar huis. Ja. Wat zei dan? Nu weer niet. Ja, hier een hapje, een bijtje. Alles geregistreerd. Ja. Oh, mooi maar. Zo? Ja. Ja, ja. Goedemiddag. Thank you.